Mijn films, dat is een klein foutje. Ik kan die bestanden niet verwijderen. Of ik kan die map niet openen. Dat is niet goed. En ondertussen, als bijvoorbeeld 1 het toch niet doet bij mij, kan ik eventjes terug naar Red Ostra 2. Blijven proberen, dat lukt zeker, hè? Ja, zeker. Ja. 15 september. 1940. Guardsmen, pay attention. We have a difficult mission to do. 10th NKVD have been holding off the fascist attacks here at the station for days. But they are almost all dead now. It is our turn. We are ordered to take over the area and hold it from all further attacks. Every man will fight while he still draws breath. Fight until every German is killed. We are Rodimtsev's guardsmen. We will fight here, die here if we must. But not one of the fascists will get past us. At first, we will try to stop their attacks out in the rail yard itself. Take every opportunity to kill yourselves and German, comrades. The second line of defense will be the station building itself. The Germans have bombed it and burnt it, but it still stands and will be a strong fortress for us. We will defend the North End as long as possible. If we can prevent the fascist scum even getting into the building, then they will fail. The next line of defense will be the Central Hall. Make the scum fight their way for every centimeter through the building. Our last line of defense will be the South Hall. We will not retreat from there. Good luck to you all. No more of Stalingrad falls to these invaders. We have ground their offensive to the halt, товарищ. The fascists are desperate now. We make our stand here. There, German infantry, enemy infantry. There, over there. Even zet Skype me af. En anders zal ik het ook niet plezant vinden. Helemaal. Ja, met mijn gevloek. Dat hij vloekt, dat weet ik al lang dus. Ja, zet hem af en dan stoort u voor u. Nee, ik zeg nu toch niks. Ze doet toch maar raar, no? Een jaar rond de dubbel, ze kloten maar heel la 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 la. Wat zeg je, bokken vloog. Ook veel dat ik niks heb. Ja, veel. En een dokter vindt het ook knap. Wat? Ah wel, die ballenbaan en zo. Dat wat ik zo proberen. Dat is gewoon om je te motiveren.
Dat is nog niks. Wat? Kutspel. Ah. Ik heb over dat spel. Ah. Ja, dat is de man waar je net nodig hebt, hè, als je een recordpoging wilt doen. Maar ja, ik... Allee, ja, de zaterdag komt er nog... 4 bakjes bij. Nee, ik heb het En wat vindt Evi ervan? Waar? Nu knet. Niet altijd positief. Ja, waarom nu niet weer? Je zit toch bezig nu? Of we zijn aan het horen, oh, dat kost te veel geld, dit en dat. Ja, ze is gewoon een beetje bezorgd dat de hele kamer vol gaat staan. Ja, dan? Zover is het toch niet? Ik vind het wel erg, maar vind het niet erg, ja. Ik kan dus nooit te vrezen voor u, nooit. Jawel. Dat is niet waar. Alles wat je doet is niet goed. Game ben niet goed, nu is de knest niet goed. Dat is altijd iets. Maar dat is niet waar, want ze gaat toch mee halen? Zonder haar kan ik het niet halen, zeg. Dat is nog wel mijn keer. Nee, ik heb hier eigenlijk de filmpje gezien. Elke film vast. En ik zag zo toevallig zijn bakken staan. Wow! Die heeft wel een paar bakken staan. Ah ja, hier. Was bijna een hamer. Ik zou hem precies in een kort en klein slaan. Ah. Loopt, dan moet je dat doen, hè? En je hebt geen manier, hè? Dus hij moet dat filmpje maar eens kijken. Ja, zo meteen. Nee, ik heb een dokter ook laten zien. Dit is in de eer. Oh, en met moet zich hier amuseren. Ik zeg ja, ik wil er iets mee proberen. Allee, jong. Kutspel. Rustig. Ben je een pro wat dat is? Ja. Dan word je niet op 1, 2, 3. Daar is inzet voor nodig. Zwijgt over inzet. Ik kan het woord niet meer horen. Ja. Denk jij toen met Rosak dat ik van in het begin pro was of wat? Die mannen staan nog nergens binnen en ik word al doodgeschoten. Allee, joh. Ja. Hoe kunt je inzet tonen hier? Stomai. Trekt op niks gewoon. Allee. Ja, nu is het vooral allemaal inzamelen en een beetje uitrekenen wat ik allemaal nodig heb. Kun je al niet een tilt bouwen? Moet ik er nog te weinig? Ik heb nog veel te weinig.
Voor Duitsland. Oké, misschien dat dit gaat werken. Ah, hier komen ze al door. Moet nog veel hebben. Ik heb nog maar een karton doosje. Ja, dat is nu op 1, 2, 3, hè. Dat kan misschien een project zijn van jaren. Dat weet ik. Maar wel positief dat je je kan mee bezighouden, hè. Zeker, we moeten een doel stellen. Ah, ze begint met haar een doel. Hè? Huh? Ze begint weer met haar een doel. Doet er geen mee, zou ik zeggen? Ja. Oeh, wie net. Hoe kun je me raken, achterwaar? De goeie niet verkeerd, zeker? Ik schiet hem. Ah, wat is dit nu weer, stomme puk? Echt of wat? En dan zou je serieus veel geld te vragen. Jezus. Ja, overdrijven, hè. Oh, denk alleen maar aan een portemonnee. 150 euro voor 10 kilo, kom zeg. Zot. Is dat prijs op een kilo of wat? Nee, maar deze hier, ja, die denkt voor 10 kilo dat hem 150 euro krijgt. 60 euro, maximum. Allee, jong. Dat is mijn maximum bot, 60 euro. En deze wil ik ook nog hebben. Als één op tweede haan zijn capaces en er heel weinig. Moet ik nu mijn weg op, zeker? Hé? Hey, je ging kijken. Kutspel. Ja, neem even een pauzeke. Ja? Grotlot, wauw. Hè? 40 euro, wauw. Nee, nee, daar heb ik voor geboden, hè. Ah. Grotlot. Ja. 25 kilo. Dat lot is 25 kilo. Ja, moet ik kunnen een engineer zijn? Voor wat dat? Nee, je moet fantasie hebben, Elke. Dat moet je gewoon hebben. Ik heb geen fantasie. Maar ja, wel. Heb jij nooit Lego gehad? Heb jij nooit mijn Lego dingen zelf gebouwd? Nee. Nee? Nee. Ik wel een tabel in de baan en zo, van alles. Nee, 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 nee. Nooit! Oh, ik wel. Ik bouwde altijd op mijn hoofd. Move up, Ribetta, move it! Move up, Ribetta! Rustig. Ik gooi mijn muis tegen dat scherm, ja. Rustig. Die mannetjes kunnen juist niks. Jezus, dat is aan het stoel. Ja.
van de andere kant nu binnen. Cheaters! Cheaters! Rustig. Nog dat nummer na. Goed, check. Hoeveel gebruikt? 500. 500 gigabyte. Ik heb 5,44 terabyte. Fucking godver. Kun je 3 moeten volhouden met dit gedoe hier? Ja. En die is zo stom als iets. Zo stom als een banaan. Naap is toch slimmer? Oeh, 1,5 terabyte. Bijna 1,6 terabyte gebruikt. Dat is een beetje. We gaan naar 2 terabyte deze maand. Ja, ik kan niet meer veel downloaden. Waar niet? Ik heb een 65 gigabyte verbruikt. Ik heb gezegd van nog bij Scarlet te blijven tot het effectief is. Wanneer was dat voor u? Waar? Ja. Oh man. Eind dit jaar komen pas de limieten bij Scarlet. Dus tegen dan moet ik een andere provider zoeken. Dat is gewoon toch gemakkelijk, hè? Waar je moet zoeken. Waar moet ik dan zoeken? Een goede provider. Ja, dat moet ik wel zien, hè? En een goede provider dan. Dat is nu nog niet, hè? Er is een nieuwe update gekomen van Rollcaster Tycoon. Aha, wat wordt hij precies? 1,4 gigabyte. Fritz has earned his victory. Ja. Oh, Leon. It will be short-lived. 1,4 gigabyte. Maar van het coasters. Ja, handcoaster ziet er veel beter uit. Dus die staat nog op mijn lijstje. Die komt eind dit jaar uit, hè? Uh-huh. Dan ga ik hem wel kopen, hè? Dat staat nog op mijn lijstje, dus. Jij ook? Leuk weer, nee. Dat ziet er echt goed uit. Waarom niet beter dan Planet Coaster? Beter als een Rollcaster Tycoon. Wat heel raar is. De makers van de Rollcaster Tycoon gedaan of wel. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet het niet hoe ik dit moet gaan doen. Waar? Nou, hoe moet ik het oplossen? Gewoon, rustig. Eerst rustig benadenken en dan. Hoe kunt u benadenken als die aan niks kunnen? Het is maar 12 mannetjes tegen 48, hè? Hallo? Kun je tellen? Ja, dat maakt niet uit. Ik kan nog altijd winnen. Kijk. Het is gewoon 1 tegen 48, hè. Hoe kunt je nu dat... Waar een B dan? Nee, C. Waar is C dan? Echt waar, een real kutspel. Nu al de tweede keer dat je me dit lapt. Rustig.
refresh. Voilà. En dan dit. En dan dit bug. Kijk, dit gevoel doen we winnen. Niet. Impossible. Maar... Schiet toch niet zo, jam, stomme Rus. Huh? Ah. Attention. The Witcher Wild Hunt Game of the Year Edition. Er is weer een Game of the Year Edition, hè? Wow. Assault Squad 2, Men of War Origin. Waarom spelen dan ik iets anders als het niet lukt? Het is voor de achievement, ja? We gaan een ander achievement doen, dat is ook een achievement, zeg maar zo. Deze moet er dan maar 2, dit moet gewoon uitgespeeld worden, heb ik ze allemaal, ja? Allee, joh. Die zijn nog eens niet volledig over en ik krijg al punten. Mm-hmm.
Nee, maar die is niet geblablaatst geworden. Dat is wel mijn 140, nee, ben ik op. Zit ik meer. Acocalypse Survivors in de lucht. Niets te missen. Hey, laat me eens kijken, wat voor spelletjes hebben ze hier staan? Altijd dezelfde zeker? Ja, nog altijd dezelfde. Volgens mij werkt Battlefield 1 tot 19.000 fielders. Even kijken wat Battlefield 1. Ik was ook aan het proberen en zei ik, oh, 20.000 mensen, 20.000 kijkers. En ik dacht, ga ik ook proberen. Nee. Niks. Ah, dat is de poort misschien. Ik weet niet waarom. Hoe dat zij het kunnen spelen, dat snap ik niet. Ik kan niet spelen, ja, maar ja. Je moet een poort open doen waarschijnlijk. Holy Breach. Wat de heck, heeft het 1200 viewers of wat? De spel heb ik gekocht. Seven day to die. Ah, dat is er ook nog, zeg. Oh, Simpsons hit and run. Dat was wel leuk. Oh, de Sims 4. Bruce Wayne. Bruce Wayne plus Beer, kijk. Wat? Heeft die Batman gemaakt of wat? De villa van Batman. Dat wil ik ook zien. It's a girl! Frans. Ik weet het niet meer. Waar is de badkie? Manu Bruce Winkler's badkie. Zie je hem. Liar, liar! Broeks on fire! Nog eens spelen, de Sims 4, ja. Heel cool spelen. Balle! Hey! Ja, nu is pas bug nog, jongens, jongens. Kijken hoe dat ik heb gelukt. Je moet niet meer lachen, ja? Ik weet hem eens als schief bestaan. Oké, dat doen we dus verkeerd. Ik ben getroffen. Ik kan me niet bewerken. Kijk, die overlopen mij gewoon, ja. Oh.
Ah, lap. Lap. Het is gewoon 1 tegen 50, man. Is logisch. Mijn andere helft doet, de andere helft doet gewoon niks. Ik wil alleen maar een beetje schreeuwen. Jij moet gewoon verdedigen. Ja. Wat ben ik die altijd aan het doen, denk je? Aan verdedigen. Nee, je bent in de aanval aan het staan. Nee. Je ziet toch dat die blauw manneke, is het Duits. Ja? Ja, dat weet ik wel. Ander plan, ik ga me hier opstellen, want ik weet het niet meer. Ik geef het op. Je moet op een veilige plaats staan waar je ze, gemakkelijk kunt sneeuwschieten. Je moet gewoon verdedigen. Dus je moet ze naar u laten komen. Ja, jij denkt dat. Jij denkt, hey, kijk, we zijn weer aan het winnen, hè? 3 tegen 2. Ja, ik kan gewoon niks hier, niks lukt. Kijk, en die, zijn je op A-punt, hè? Maar ik ben eens. Daar begint A-punt, kijk, 3 tegen 1. Ja, dat is niet waar. Dat is niet waar, Evi. Wat ik stond is de A punt. Wat zij stond is niks A punt. Kutspel. Dat is wel, zie je dat? Dat is niet de A punt waar dat jij staat. Daarnaast is de A punt. Nee. Ja, wel, het staat erop. Als je, ik druk op T en waar ik sta is TA punt. Oh, nu zoek die fan. Kutspel. Stomme die fan. 19 september 1942. Stalingrad elevator. My friends. Let us make no mistake about our situation. They're cut off from the rest of 62nd Army. They are surrounded here. It seems hopeless. But we can make a difference. The eyes of the army, of the motherland, are watching us and they are depending on us. The Germans have attacked before. Now they realize that we will fight. They have killed plenty of them already in their attempts to take the elevator from us. Artillery and tanks cannot reach us inside the elevator. So they are going to have to try to take it from us by hand. Tactical shooters. And comrades, we are going to make them pay. For the next assault, we will try to stop them forward at the way station. Kill them as they come across the approaches. If they are too strong, then we will regroup on the conveyor tower in front of the elevator itself and defend there. Again. There is open ground to kill them on. Use it. If they force us back, we will use the elevator itself as a fortress. We will make them fight their way in and fight for every floor. We will hold the ground floor. We will not let them get a foothold in the building. Then we will use the second floor to regroup again. And if we are too weak, then we will use the fourth floor. As our last defense, there will be no retreat from there. There will be nowhere left to go. Comrades, we know our duty. We will do our duty to Comrade Stalin, to this city, and to our people. Hoor het spel van mij, dan kom ik je helpen. Je kunt niet helpen. Oh, je kunt niet helpen. Dat is single player. Nee. Dat is campagne, jongen. Ja, campagne. Kan campagne kunnen ook met koop spelen, staat erop. Nee, dat is geen koop.
Oh, en hier stond een machine gun, echt. Zoek eens op YouTube en kijk eens op hoe zij het doen op Hero. Hè? Kijk op YouTube en kijk eens hoe zij het doen. Gewoon? Ja, moet er een manier zijn, hè? Ik weet het niet. Moet een gatehouse verdedigen? Ja, hallo! Kijk hier, je overweldigt gewoon. Ik kan gewoon niks doen, ik kan gewoon niks doen. Niks kan ik doen. Dat is wel. Ik ben goed bezig al. Wat heb ik dan voor het begin? Juni, Juni! Ah! Het is goed bezig in het begin te krijgen. En de prakte doen. Dat spel moet gewoon eerlijk spelen. Dat spel speelt eerlijk. Nee, dat spel zit vol met bugs en glitch. Dat is het probleem. Er zijn meer Duitsers dan Spelen. En maar ik doe gewoon niks bekend, ja? Ik ben getroffen. Ik ben ook getroffen. Ah, dit gaat lukken of wat nu? Een seconde, dat gaat lukken nu of wat. Waarom kan je op de mission 3 niet werken dan? Omdat je daar andere tactieken toe. Allee. Het is gedaan! 8 seconden moet wel lukken, hè. Als dat niet lukt, dan weet je het ook niet. Je moet coveren. Niet alleen een aanval. We are short of ammunition and have no source of supplies since we are surrounded. And we have nothing to eat. We feed on the grain that filled the elevator. We also have no water and no communications with the regiment. We give no consideration to surrender and decide to keep on fighting. Perhaps in our last battle. It is terrifying. Everything around and within the elevator is burning. But we hold out and defeat the attacks. Yosif Abramovich Putienko, commanding the machine gun company in the elevator. Let's kijk wat een mot zit hier. 26 September 1942, Spartanovka. This village is where our unit first saw action a few short weeks ago. The line has been quiet here since then, and the fascists think they have nothing to fear. It is time to change that. We will remind every single one of them that they are going to die trying to take Stalingrad from us. They are not prepared for this attack, so let us make best use of the surprise. Speed in the attack with our storm groups is essential. Grenades, submachine guns, and courage, comrades. We will start by assaulting the town hall. Squad leaders, get your men in there fast. Hit the Germans hard before they realize what is happening. Clear the building, then push up through the old housing blocks. Block two first. Then, block one.
When you get in position to attack the old church, put smoke out to cover your men across the street. If the Germans have anything left to defend with. Make sure there are none of the scum left in the housing blocks behind. If possible, use your machine guns to cover your final assault as well. So, move your men fast and hit them hard. They shouldn't be expecting this assault. Aanvallen gaat lukken, dat is terug. Dan moet je echt geen bang voor hebben. Aanvallen lukt altijd, man. En... holy god. Dat kost me 4,49 €. Wat? Single player. Met Rising Storm? Ja, single player. Moet kijken wat het is. Single player of multiplayer? Multiplayer? Ja, niet allemaal in een pot nat. Gewoon een digitaal deluxe. Of wil je een aparte nok of wat? Game of the Year Edition. Singapore's Game of the Year Edition. Zit er niet tussen. Gewoon Rising Storm. Wit Rising Storm. Wit Rising Storm, Digital Deluxe. Dus multiplayer, Steam Prestatie, Steam World, Steam Workshop, Antibal, Attribute. Je hebt een Alpha Community? Dat is mijn mod, hè? Ja, maar ik moet wel weten of die is weggedaan, hè? Ik kan wel. Ik moet weten of. Als ik single player moet ik insect AI misschien wat slimmer wordt om te defenden dat we gaan lukken. Tuurlijk werkt dat. Want bij sommige games als je een mod insteekt, dan werkt geen achievement. Ah, zo. Ja. Dat je weet wat ik kost. En het is alleen maar om te spelen om achievements te halen. Nee, ik bedoel Red Orchard Rising. Dat zijn community maps. Dat is multiplayer waarover spreek. Er is geen Red Orsha 2 singleplayer. Oh wel. Nee, ik heb ik ben toch aan het spelen. Ja, dat weet ik, maar je kunt hem op Steam niet kopen. Ik ben aan de link. Ik zoek hier op Red Orsha 2 en ik zie hier Heroes of Stalingrad with Rising Sun. Er staat niet singleplayer op. Dus je gaat even een restore pagina waar je dat spel en dingen hebt, dus link. Maar ik denk dat het in deze gewoon is. En daar staat multiplayer op. Een singleplayer. En is er met dingen erbij of wat? Met Rising Storm. Wow. Ja, dat was toch een tijd geleden toch gratis? Rising Storm? Nee, dat multiplayer. Maar dan zonder Rising Storm. Of was een actie of zoiets? Ik weet niet meer, ik zit nog tegen jou. Want toen waren we nog samen. Het is al een actie geweest zijn als je toen installeerde dat je het spel kreeg, ja. Dat was al zoiets geweest zijn. Want Red Orsha kost geld. 4,49 €. Heroes of Stalingrad. Lap. Do it. Red Storm. Allebei? Ja, Wit Rising Storm. Ja, dat is hier.
kunnen met tanken rijden. Ja, multiplayer, ja. Hè? En niet multiplayer. Thanks. Nee, ook in singleplayer. Ah, ja, er zijn een paar levels bij met de... Ja. Ah, en ze hebben ook nog eens Heroes of the West. Dat is gratis. Ik moet alleen weten hoe ik het kan doen. Die idee. Leuk. En ik ben dik. Oh, dat is wel leuk. Je moet alleen maar weten hoe die gaan doen. Ram. En laat mij eens zien waar dat de singleplayer op zou zijn bij u. Ja, op Steam. Ja, laat dat zien even, dat kan kijken. Red Russia 2 Heroes of Stalingrad single. Ja, maar ik zie hier een singleplayer staan. Druk dan de link, hè? Ja, maar de link. Ja, hoe moet ik dan nu weten wat link dat is? Ja, dan ga je naar naar dat dingetje, hè? En dan klik je de eigenschappen en dan ga je naar View Forum. Nee, je gaat naar de library, je games. Selecteert je games. Ah, wel, die hergen, dat is multiplayer, staat erop. Kijk maar, scroll maar eens naar onder. Nee. Die hergen, staat erop. Singleplayer. Ja, discussies. Iedereen heeft gewoon problemen met de singleplayer campagne. Storepagina. Hoe zeg je dat? Store? Ik zie niet in store. Kijk eens welk spel dat je hebt. Oh, wel, singleplayer. Ja, nogmaals, je gaat naar de library. Voilà, library. Eigenschappen. Je gaat naar het spel dat aanstaat. Ja, dat staat aan. Ja, ik zie nog altijd niet dat je in een library zit. Winkelpagina, het staat erop, zeg daar. Winkelpagina. De links, winkelpagina. Het is een weg. Het staat niet meer op Steam. En maar je hebt de multiplayer ook. Nee, de singleplayer is niet meer op Steam beschikbaar, dat is het. Ik heb gedaan wat jij gezegd hebt, winkelpagina. Ja. En ik kom op Steam pagina gewoon. Dus dat wil zeggen dat Steam dat spel eruit gezet heeft. In de Steam. Dus je kunt het niet meer spelen. Dus hij dat je het vindt op internet. Snappie. Maar ik denk dat het spel ook niet meer verkocht wordt. Of de multiplayer zelfs, hè? Dat is alleen maar nog de... Ah, hier. 5 euro. Singleplayer, hè? Ah nee, dat is niet beschikbaar. Ik kan het niet aanklikken, ook niet of wat.
Op dingen is het nog beschikbaar. Op Kingpin. Op Kingking. Ja, nee. Dat is multiplayer. Ik heb de verkeerde. Die heb ik alleen maar. Kun je zien? Is dat dit? Ik denk niet deze. Dus niet te zeggen dat dat een single player is, hè? Nee, hier is een Stalingrad. Ja, zo noemt de single player ook. Ah, ja, hier is een Stalingrad. Jawel, 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 het is niet meer Rising Storm. Ja, ja, klopt, ja. Ik kan niet zeggen of dat single player is. Maar op Steam is het niet meer beschikbaar, dus. Dan zullen we misschien eindelijk beseffen hoe kutspel dat is. Ja, koop het dan, hè? Bah, denk dat je geld scheidt. Ja, Red Orsha Game of the Year Edition included singleplayer en multiplayer. Koop het van mij. Oh. Hey, jij hebt meer dan ik, joh. Maar dat is niet waar. Hoor. Ja, kom, niet overdrijven. Nu beginnen we over daar. Nu mag je ook eens iets van mij kopen. Oh, ik heb ook wel zoveel gegeven. Kom, koop van mij. Ja, dat zal erger dan Evie. Hij is rijk als een prins, prinses. Dat is niet waar. Ja. Hij koopt dan van mij. Nee. Ja. Nee. Jawel. Nee. Jawel. Nee. Jawel. Nee. Jawel, kom aan. Nope. Jawel. Kom aan. Ik ben een arm mens. Ja, dat kunnen nog wel missen. Voor 10 euro. Nee, 12 euro dan. Nee. Ja, 10 euro. Ga je dan even? Nee, dat kan ik niet aan even vragen. Ah nee, anders is het weer boos. Ik ken dat. Ja, je moet wel weten wat je wilt, hè. Spijtjes of knetsen. Alleen, ik hoop het dan, hè. Wordt dat aan uw lief? Dan hier. Ik ga dingen kopen. Zombie trilogy. Ja, zombie army trilogy. Wat is daarmee? Die ga ik kopen. Die ga ik kopen. Dan? En voor al die achievements. Maar is een spel dat van mij kopen kunnen niet. Ik heb ook wel spelletjes voor u gekocht, ja? Ja, welk spel? Ja, komt de strijk? Heb je dat al gespeeld? Nee. Wat is kwaliteit daar? Is iemand aan de andere kant gegaan of wat?
Waar zit hij dan? Oké, dit is niet goed. Ziet toch niemand hier? Jawel, 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 daar zit iemand. Stalingrad campagne. Wat zal dat wel zijn? Ik ben niet de enige die als een toon ben, hè? Dat is ongelooflijk. Die squad is het gewoon hier aan de andere kant. Wauw, spel. Waar zit hij toch? Vergadering. Oeh, in de balls. In de balls. Dat wil ik pijn doen. Voor Duitsland. Oh nee, voor Rusland. Ik denk dat ik er iets te veel ben geweest. Terjuist. Hmm? Ik denk dat ik te juist iets te veel ben geweest. Mm-hmm. Klopje werkt niet meer. Van waar? Van mijn toetsenbord. Ja. Je wil weer een nieuwe toetsenbord kopen, hè? Ja, ik was daar bij Alternate die een muis gekocht en die headset, hè? Mm-hmm. En ik vroeg zo, heb je ook R30? Ja, we hebben ook R30. Maar wel Franse layout, we hebben dat niet meer. Belgisch. Ik stond ernaar. Ik ben niks met die Franse toetsenborden. Ja, ik pak Amerikaanse toetsenborden. Alleen. Mama, ik kreeg nu muziek met ziek te horen, hè, staan ik op. Lang niet gedaan hier, zal ik. Oké, doe hem dus voor tijd. Waarom plaats je geen advertentie? In de krant. Oh, en je vrees voor knets? Voor je wereldpoging? Ik heb dat via Facebook geprobeerd, maar ik ben niet zo goed in die dingen. Ja, vraag dan om even voor hulp. Even kennen toch? Nee, ik weet het druk mee werken.
Je moet gewoon een mail sturen en dan brengen we Limburg en vragen voor een advertentie. Die kost wat geld, heb je niet veel. En ligt eraan waar die erin zit natuurlijk, hè. Dat hebben we niet geld. We gaan me niet zeggen dat Evie arm is. Jawel? Ja. Echt niet. Echt wel? Echt niet. Ja, dan denk je wel. Victory! We will all be heroes. Zullen we erop zijn, want... continue, want... 7 October 1942. The stinking fascists pushed our comrades out of this block yesterday. So we are damn well going to take it back from them today. The forces here are actually cut off. So we can exterminate them completely if we make this attack count. The hardest part will be getting across the gully into the block. The storm group will have to be extremely fast and aggressive to get in amongst them as quickly as possible. Not stop for anything. Get smoke out for cover and charge them. Yeah. Yeah. Get into that first apartment block and clear them out, so the rest of the company. Ik heb gewoon die rat gezien. Then we will punch through to the propaganda house. You know the layout by now. Go direct. Use the basement. Go around. I don't care. But get in amongst them. Ik dacht de rat het belangrijkste was. Break their will. Make them run. And then chase the fascists past the old bathhouse in Potapova Park and out through the general store. Remember, guardsmen, if you get held up at the gully and the bridges, you must force your way in, or the attack fails right there. Push the Oblyubki out of their cozy little nest and destroy them all. Ja, Russen zweet, hè. These fascist invaders think they have us beaten. Show them Bolshevik courage. Not one step back. Only forward! No! Oh, ik moet smoke gooien! Nee, ik ga iets anders doen. Fucking rush! Mantona, omdat het online nog altijd niet kan. Omdat de online nog altijd niet online is door een hackersgroep. Nee, hier. Gisteren kan niet. Het is pas vandaag uitgekomen. Ik zal het nog wel eens kijken. Of het terug online is. Ja, Battlefield 1, die beta. Oh. Of het er goed uit zal. Oh. Beter dan Call of Duty, de nieuwe. Ah, oké. En volgende week komt mijn broerke. In het weekend. Waarom? Ah, gewoon. Op bezoek, hè? Het is nodig. Hè? Het is nodig. Ja. Of van tijd is het toch, hè? Waarom? Mijn broer kan mij toch komen? Ja. Allee, ik zit hier te mappen om dood te mappen. En die doet niks en dan ben ik dood. Mijn kutspel. Ik moet alleen maar missie. 75 euro! Nope, dat ga ik niet. Think you ook niks 75 euro? Nope, sorry. Je kunt wel 60 euro aan kennis geven, maar 10 euro van spelletjes te veel.
Nee, mijn dingen liggen al vast. Prijzen. Deze gewoon, die liggen al vast. Ja, dat geloof ik wel, hè. Wait a minute. Ik heb wel een leefarts, hè. Hé? Ik heb al een leefarts. Hey, wie nou weer? Een psychiat. Be ready. Is leefarts. Dus dat probleem is ook al opgelost. Dus 2 van een 3 is binnen. Allee dan. Succes. Nu zelf doding. Ja, ze moeten horen krijgen op voetbal, hè. Waar? Als ze weten dat ik in schudden moet gaan fluiten. Als ze weten dat je zelf dood wil. Nee, in schudden moet gaan fluiten. Aha. Als ze weten dat je zelf dood wilt, dan mogen ze niet meer voetballen. U zegt dat. Ah, dat weet ik niet, want dan doen ze niet de moeite niet meer. Ze willen wel iemand die het inzet en die het leven opgeeft. Oh, nee, ik wil dood. Jesus Christ. Ah, ze vinden het testen. Hè? Ze vinden het Battlefield testen of die het toch werkt. Wat? Battlefield 1? We zijn heel lang aan het wachten op dat spel. Een heel dag. Wat spel? Battlefield 1 open beta. Oh. Heb ik gisteren gedownload en geïnstalleerd? Ja. Ik hoop alleen maar dat ze online zijn. Ik wil spelen. We moeten spelen, hè? Ik wil dat spel uitspelen, daar wil ik. Ja, achievements. Dan moet je tenminste weer een spel uitgespeeld. Fuck. Kijk, mijn squad leader 3 zit nog helemaal op A, of hè? Nee. Dat is niet aan. Ik ben dood. Wauw. Thank you for the follow, thank you for the follow, thank you. And have a nice day. Ik ben getroffen, ik kan me niet bewegen. Oh my god.
The Lego Rat! Thank you for the follow, thank you for the follow, thank you. Thank you for the music. Man, ik wil mijn tankje rijden. Waar are the Germans? Achter mij. Ik zei het toch, aanvallen is 10 keer makkelijker dan. Als je defense. Misschien moet ik het erop leggen. Wat daar niet hoor. Natuurlijk is aanvallen gemakkelijker als defense. Dat is hem juist. 10 seconden te laat. Dan was ik al gedaan. Nee, hoe kom jij toch vandaan, man? Voilà. Oh. So easy then. Our soldiers courageously defend every building and each meter of their native soil. In one of the counterattacks, our soldiers, led by regiment commander Major Sevkin, end up in desperate straits. They are surrounded by the enemy and fight to the last cartridge. All died heroically, but they did not retreat. Viktor Georgievich Otmolovsky, 351st Rifle Regiment. 12th November 1942. Don Pavlova. Tovarish, the house on 9th January Square has been defended for 6 weeks. And we aren't done yet.
We're expecting yet another Hitlerite attack shortly. We will stop it here, in the ruins of Zavolotny's house. Machine gunners, I want you to pick your positions carefully and give us the best possible fire support. There should still be a couple of Maxims out there. If you get the chance, get on one for good measure. We will dig into these ruins with Pavlov's house behind us. The fascists will come from the south and the west as usual, so be ready for them. If we cannot hold here, then we will fall back to Pavlov's house and join the defenders there. But we will only retreat if there is no choice. Regroup around the anti-tank placements in Pavlov's house. Machine gunners will help man the heavy machine guns already emplaced in the house, and make best use of them. Today we destroy more Hitlerites, comrades! No more of Stalingrad falls to these invaders! We have ground their offensive to the halt, Tavarishi! The fascists are desperate now! We make our stand here! Victory, brothers! 5 minutes defend! Are you serious, Kim? I am fucking serious. Zo blijft. Voel me lopen, comrades. Vale. Jongen! Ik zo gezegd niet voor me lopen, toch doet je het.
I'm ready to die, brothers. Look out! Machine gunner! I'm going to take these fascists to hell with me. You ready? Without Russia, we are nothing! Defend! Defend the area! Yes, товарищ командир. Push them back! Push the Fritzes back, brat! Je moet gewoon wegblijven, hè? Dan zie je rap gedaan zijn. Mm-hmm. Ze komen niet meer precies. Mm-hmm. Ofwel zijn ze regroepen. Oh ja, zoals ik dacht. Dat is dood. Ik zo gemakkelijk. Oh, ik was niet aan het opletten. Toch? Waarom lukt mij dan niet? Dertien seconden was het. Fucking kutspel. Fucking kutspel, echt. Niet voor mijn neus lopen, zei ik. Doen ze toch zeker. Niet voor mijn fucking neus lopen. Wat keer hier nog? Kut AI. Oh ja, dat ziet er toch wel verstandig, man. Moet je op een toffe tik in de kop krijgen, of wat is het hier? Over there. Ga naar binnen! Loopt allemaal mijn weg hier. Flores, on me!
fucking. Genoeg.